Deze conceptquiz quiz bestaat uit 5 Multiple Choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. We krijgen hier een xt-grafiek en in een, een paar bewegingen in een xt-grafiek kun je herkennen aan het feit dat de grafiek dan recht loopt. En als je goed kijkt zul je zien dat er drie gebiedjes zijn waar de grafiek recht loopt en die drie gebiedjes samen die duren vier seconden. Vraag 2. Bij deze vraag krijgen we een VT-grafiek. En wat je goed moet bedenken is dat in een VT-grafiek de verplaatsing altijd zichtbaar is en die is gelijk aan het oppervlak onder de grafiek. Hier hebben we echter een speciaal geval, want in de eerste 6 seconden loopt deze wandelaar in de negatieve richting en zal het dus een negatieve verplaatsing hebben van min 12 meter. Daarna draait de wandelaar om. En loopt het vervolgens nog 20 meter in positieve richting? En die twee waarden die kun je dus aflezen, en die zijn gelijk aan het oppervlak onder die twee, twee grafieklijnen. Tel je die twee samen welke op, dan kom je uit op een totale verplaatsing van plus 8 meter. Vraag 3. Ook hier gaan we eerst eens kijken wat voor grafiek hebben we gekregen. We hebben een XT-grafiek gekregen. En je kunt de gemiddelde snelheid in een XT-grafiek aflezen door eerst de verbindingslijn te trekken en daarna de stijlheid van die verbindingslijn te bepalen. Nou, dat gaan we hier ook doen. We gaan de verbindingslijn trekken tussen de punten op uh, TS3 seconden en TS6 seconden. En als ik dat doe, dan krijg ik deze lijn. Nou, deze lijn loopt horizontaal, dus eigenlijk kan ik al meteen mijn antwoord geven, maar als je het dan even netjes berekent, dan krijg je het volgende eruit. De gemiddelde snelheid is delta x gedeeld door delta t, maar tussen t is 3 en t is 6 seconden is de verplaatsing 0 en daarom is de gemiddelde snelheid tussen die twee tijdstippen ook 0. Vraag 4. Ook nu moeten we de gemiddelde snelheid bepalen, alleen nu krijgen we een vt-grafiek. In de vorige vraag was dat een x-t-grafiek. En nu moeten we weer gebruik maken van het feit dat we de verplaatsing kunnen afleiden en die is gelijk aan het oppervlak onder de grafiek. Eerst gaan we de formule erbij pakken, want deze formule geldt voor de gemiddelde snelheid. Die is gelijk aan de verplaatsing gedeeld door de tijd waarin die verplaatsing heeft opgetreden. En die verplaatsing die ga ik dus halen uit het oppervlak onder de grafiek. Nou, dan moet ik even goed kijken en dan zal ik zien dat het oppervlak onder die grafiek op te delen is in drie losse stukjes, namelijk twee driehoeken en één rechthoek. En van elk van die drie losse stukjes kan ik het oppervlak bepalen. Dit is mijn eerste driehoek. Ik heb daar mijn tweede driehoek zitten. En de rechthoek die is in totaal 75 meter. Die drie tel ik bij elkaar op en die deel ik door de 8 seconden dat het heeft geduurd. En ik kom uit op een gemiddelde snelheid van 14 meter per seconde. Afgerond. Vraag 5. Ik heb hier de drie grafieklijnen nog eens een keer zichtbaar gemaakt met ook drie kleurtjes om het, de uitleg wat duidelijker te maken hopelijk. En uh, ik moet even bedenken, wat geldt er ook alweer voor de relatieve snelheid? Voor de relatieve snelheid geldt uh, dat ik moet kijken naar het, uh, de verplaatsing tussen twee voorwerpen. Dus uh, niet de verplaatsing van een voorwerp ten opzichte van een vaste as. Maar ik moet gaan kijken naar de verplaatsing ten opzichte van elkaar. Als ik nu ga kijken naar uh, fietser p en fietser q, dan is op tijdstip t is 0 zie ik dat fietser p 20 meter achter ligt op fietser q. Maar op tijdstip t is 8 seconden ligt p juist 20 meter voor op fietser q. Dus p heeft 40 meter meer gereden dan q in die 8 seconden. En dan kan ik dus ook de relatieve snelheid tussen p en q uitrekenen en dan kom ik uit op 5 meter per seconde. Ik ga nu hetzelfde doen met fietser q en fietser r. En ik zal zien dat op tijdschip uh, t, -t, -t is 0 fietser q 30 meter achter ligt op fietser r, maar dat die uh, op tijdschip t, -t, 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 -t is 8 seconden 10 meter voor ligt op fietser r. Dus ook daar is de relatieve verplaatsing 40 meter. En dat betekent dus dat ik uh, bij de relatieve snelheid tussen q en r precies dezelfde waarde krijg als de relatieve snelheid tussen P en Q.